zijn nu bezig met een introductiekamp. Deze week van de tweede en de derdejaars. Eigenlijk om ze meteen in het plaatje te krijgen. Dus na de zomervakantie om ze meteen even op scherp te zetten van... Het gaat weer gebeuren dit jaar. Net een slotenmars gehad. Een slotenmars gehad? Een beetje vies. Het Summer College biedt dan de opleiding Veiligheid en Vakmanschap aan. Er zijn ook verschillende uitstroomrichtingen. Welke richtingen worden er zoal aangeboden? Op dit moment hebben we er vijf. MEG, ICT, Zorg, OMV en Grondoptreden. Die zijn allemaal aanwezig. Dus alles is ook door elkaar gemixt. De derdejaars die hebben ook een rol als groepscommandant. We zijn bezig met een stukje treinwerkles, een hindernisje baat. Die hebben we zelf van elkaar gezet. En welke jaar zit je zelf? Derde jaar is niveau 3. Oké, en na deze opleiding, wat ga je dan doen? Het liefst bij de Mobiel, als groepscommandant. Prachtig. Is dit prachtig? Wat is dit prachtig? Dit is een riool, het stinkt hier enorm. Is toch mooi? Dus je wilt dadelijk onderofficier worden? Graag. Waar wil je dat gaan doen dan? Bij welke eenheid? Korps Mariniers. Korps Mariniers. Ja, oké, dan zul je in de toekomst nog wel vaker vies worden, toch? Ik ben er bang voor. Heel leuk. Maar nou doe jij onderhoud en verbouw, hè? Ja. Maar waarom moet onderhoud en verbouw dan een slotenmars doen, joh? Ja, daar word je sterk van. En je moet hindernissen kunnen bouwen. En daarnaast leer je metselen hier bij het Summer College. Uiteraard. Paalsteek, als je die maakt, mag die maar op één manier belast worden. En dat is aan deze lijn. Ben je van je eigen kracht afgegaan of ben je echt aan het denken van wat hij zou doen? Van mijn eigen kracht. Maar als je dan kiest voor de techniek binnen Defensie, waarom moet je dan ook zo fysiek getraind worden? Dat is niet alleen maar het technische verhaal. Voor mensen is zo belangrijk is natuurlijk gewoon het fysieke gedeelte en de instelling die je als militair moet hebben. Dat je onder alle omstandigheden, net als hier, gewoon dat het af en toe gewoon zwaar wordt. En dat je daar ook mee om kunt gaan. Dus dat je die mentale klik eigenlijk ook kunt maken. Dus.